Het duurt wel heel lang hè, voordat er zo'n geschillenregeling komt. Ja, maar kijk, op dit moment doen we de belangrijkste dingen eerst. Dat is? Nou, dat is in ieder geval zorgen voor de wederopbouw op Sint Maarten. Dat is voor mij de hoogste prioriteit. De hoogste prioriteit is voor mij niet de geschillenregeling. Volgens mij moeten we nu alle hands aan dek zetten om ervoor te zorgen dat deze problemen waar de mensen echt last van hebben, dat die worden opgelost. Maar komt zo'n geschillenregeling wel tijdens dit kabinet? Nou, ik ga er vanuit dat dit kabinet nog ruim 3 jaar zit. Dus daar mag ik wel van uitgaan, ja.